9 kinderen met darmafwijkingen zijn tijdens een chirurgische missie succesvol geopereerd in het Diaconessenhuis. Het Diaconessenhuis is er enorm trots op dat deze missie is geslaagd, ondanks de vele uitdagingen. De medisch directeur Edward van Eer legt uit dat behalve de missie uit Nederland ook kinderverpleegkundigen uit het Slans Hospitaal en de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis een bijdrage hebben geleverd aan het slagen van deze missie. Het voornaamste probleem was volgens van Eer het tekort aan verplegend personeel. Er zijn een heleboel factoren geweest die hebben kunnen maken dat deze missie niet door is gegaan. Gelukkig met de inspanning van ieder en denk ik ook de hulp van de Almachtige hebben we deze missie kunnen uitvoeren en zijn alle geplande 9 kinderen geholpen in deze missie. Vooral de sterke wil van dokter Jobali en zuster Estelle, onze zorgmanager, die zie ik niet in de zaal, maar zij is de belangrijkste motor geweest van het comité dat de commissie binnenshuis die daar continu achter gezeten heeft van we moeten er alles voor doen dat die missie doorgaat. Chirurg Justin de Jong uit Nederland legde uit dat de nazorg voor deze 9 kinderen ook belangrijk is. De operatie alleen zijn niet genoeg. We kunnen wel een mooi kunstje doen, maar als de kinderen daarna niet goed opgevangen worden, ja, is ons kunstje helemaal voor niks. Nou, en dat is een beetje een probleem wat in den landen hier ook speelt, dat er een hele hoge turnover van verpleegkundigen is. Dus er gaan verpleegkundigen die ik 2 jaar geleden hier nog zag, daar heb ik er nog maar 1 of 2 van teruggezien. En de rest is ja, of naar de buren gegaan of naar het buitenland. En dat is ook denk ik voor de toekomst ontzettend belangrijk, dat we moeten streven naar, nou ja, dat er de prikkel om weg te gaan zo heel klein mogelijk is. En dat kan alleen maar bereikt worden als je natuurlijk allemaal ongeveer evenveel verdient, dat het niet aantrekkelijker is om 10 meter verder te gaan werken. En als dat bereikt zou worden, denk ik dat je een enorme stap voorwaarts zou kunnen maken hier met de kinderzorg in Suriname. Dat is op 1 front, kinderen en die chirurgisch goed behandeld kunnen worden, maar ook verpleegkundig, door verpleegkundigen die straks veel ervaring hebben en die dus ook blijven waar ze nu zitten. Deze darmmissie is uitgevoerd van 17 tot en met 27 juli. En het is de 3e kinderchirurgische missie in het Diaconessenhuis.